Zo, nou, lekker even een Blair Witch filmpje, maar goed. Lopen nu weer hier, waar ik wel vaker loop als ik in Beijing ben. Maar deze keer onder niet zo'n hele leuke omstandigheden. We hebben vandaag die laatste bespreking gehad voor de acceptatie van de payload. En even op het verkeer letten dat ik niet aangereden word. En dat is niet zo goed gegaan. Wat op neerkomt is het volgende. Volgens mij is er technisch helemaal niks aan de hand. Ik heb het vermoeden dat er andere belangen spelen. Dat we gedwongen zijn om eerder onze hardware te leveren. Toch een soort kabaal hier trouwens. Dus volgens mij is het technisch gewoon allemaal oké. Als het testrapport is, nou, zover ik kan zien, volgens mij gemanipuleerd om ons onder druk te zetten. Stonden dingen in die ik niet herkende, waar ik het niet mee eens was. We kregen geen mogelijkheid om daar feedback op te geven. Dus die testen zijn gedaan. Nu zaten we bij de testrapport is nooit met ons gedeeld. Nu zaten we bij de acceptance meeting en we zien voor het eerst testrapport en ze zeggen het is niet goed. Dus we hebben het niet meer nodig. We mogen nog wel door, maar dan moeten we eerder leveren. Ze staan volgens mij zelf heel erg onder druk. Dat is denk ik wat er gebeurt. Tenminste, dat is mijn vermoeden. Ik vind het heel erg moeilijk. Maar dit is niet de manier hoe we met elkaar kunnen samenwerken, volgens mij.